pakketje binnen. Nou, en hoe wordt bier gemaakt? Nou, dat is heel simpel. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick, Roderick en Karin. Hoe toevallig. Het is vandaag dinsdag 19 januari 2021. Het is, wat jullie wel kunnen zien, 16:30 bijna. Ik open de vlog laat, maar ik heb ook gewoon een off day. Een behoorlijke off day. Ik kom net eigenlijk gewoon lekker mijn nest uitgerold. Ja. Medicijnen zijn besteld voor mij. Dus die krijg ik ook vandaag. Dus ik wens jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Een hele goede middag, avond allemaal. Het is inmiddels alweer bijna 17:45 en ik heb een pakketje binnen. Waar dat vandaan kwam, weet ik niet. Met Poesje aan de zijkant. Oh, Poesje aan de zijkant. Maar ik kreeg dus een pakketje. En dat heeft deze besteld, waarschijnlijk. Want meneer die bleef wel heel erg angstaanvallig stil. En nee, het gaat niet goed met mij. Maar dat heb ik gisteravond ook uitgelegd. Vandaar iets om je op te vrolijken, hoop ik. Met mijn gedachtes en alles. Ik heb vandaag ook weer telefonisch gesprek gehad en met mijn allereerste begeleidster die ook op mijn bruiloft is geweest. Ik noem geen namen. Maar ja, ik hou nog eventjes voor hun aan dat het redelijk met me gaat. Is ook niet helemaal eerlijk, weet ik. Kijk, een mooi pakketje. Een mooi pakketje. Joehoe. Met een barcode. Met een heel mooi barcode. Joepie, nou wat zo. Een pakbom. Ja, een pakbom. Dat is een speeltje. Yummy, lekker. Nou. Mm. Ja, happen. Die pakbom mag jij houden. Kijk, dan zit er dit allemaal weer in, hè? Dit allemaal. En dat lijkt eigenlijk gewoon op snoep, maar dat is het niet. En een factuur. Bedankt voor het vertrouwen. Wij staan graag klaar voor jou in 2021. Nou, dankjewel. Samen maken we er een schitterend jaar van. Nou, joepie. Gefeliciteerd. Deel jouw ervaring in een review. Joy. JN92. Nou. Ik zal mijn best doen. Nou, wat zal erin zitten? Weet jullie het al? Gewoon een zwart pakketje. Yep. En het strooit eruit. Sinterklaas is er niks bij. Nee, precies. Nou, ik zal het er maar uithalen. Het is alleen maar lucht wat erin zit. Maar hij blijft wel mooi staan. Het is een mooie zak. Een hele mooie. Met een clip eraan. Eens kijken. Ik ga kijken, want ik kan hem opladen via de computer, via mijn telefoon of zo, weet ik veel. Dus. En als het goed is, kan je hem ook als powerbank gebruiken. Als je telefoon leeg is. Dat is helemaal mooi. Dag BPT. Sorry. Vond ik leuk. Nu kon je wat zien tenminste. Ja. Gaan jullie lopen? Nou nee, wat denk je zelf? Het is COVID. Je mag niet eens lopen. Allemaal stekkertjes. Vier stekkertjes. Ik kan zo'n stekkertje erop aansluiten. Kijk. Nee, mijn telefoon. Voor Ro, zijn telefoon inderdaad. En dan voor een hele oude telefoon. Dit is geen USB-C. Nee. Dit is micro-USB. Dit is micro-USB. En dit is USB-C. Ja. En dit is USB. En dit is gewoon een normale USB. Aanvallen. Geen idee wat voor USB, maar het is een USB. Dus dat krijg je ook erbij geleverd. Jee. Weet je wat ik altijd zo leuk vind?
aan deze papier dingetjes, van deze plastic. Ja, en daar kon Foeven nooit zo goed tegen. En dat heb ik hem toen wel aangeleerd dat hij er tegen komt. Maar ik weet nou niet of hij er tegen meer het nog tegen kan. Kijk. Maar dan moet je van die grote dingen hebben. Van die grote dingen vind ik leuker. Maar daarvoor zijn we er niet. We hebben een mooie zaklampje. Zit er ook een magneet aan? Ja, maar die zou ik maar niet op, op mijn PC-kast doen. Toch maar niet. Heb je iets metalen? Geen idee. Ik zou zeggen, probeer een metaal ding. Kijk, ja. Is niet metaal. Nou, het is niet eens metaal. Dat vind ik niet leuk, dat het niet metaal is. Niet zo hard. Ja. Ik vond het nog sterk ook. Schande. Jee. Je ziet veel niet in het donker. Een aantal standen volgens mij. Kijk, en hier heb je dus oplaaddingetjes. Ja. Ik draai hem dus nu uit. Heb ik hier een USB-ding. Hier heb ik een USB-gat. En hier heb ik een USB-gat. Jee. Veilig en wel. Maar hij wil nog niet aan, want hij is leeg. Dus die gaan we even opladen. Lijkt me handig. Jee. Dankjewel. Keus. Nee, normaal, alsjeblieft. Grappenmaker, grappendoos. Nou, eventjes naar de wc geweest. Rodi staat waarschijnlijk ook op mij te wachten nu. Ik weet niet wat ik hier heb eigenlijk. Ik ga sowieso straks even even mijn gezicht even een maskertje geven, want ik ben moe. Ik zit echt niet lekker in mijn vel, maar dat zien we ook wel, denk ik. We hebben net eventjes lekker wat eten gegeten van de Burger King. En dan gaan we eventjes bij die Jumbo even naar binnen. En daarna even medicijnen halen. Nou, en hoe wordt bier gemaakt? Nou, dat is heel simpel. Gebrouwen. Je hebt eerst dus dit. Kijk. Dus daar begint het. We hebben water. Mineraalwater, wat je al hebt kunnen zien. Dan gaat het met een buisje omhoog. Dat is mout, dat eigen mouterij. Dan gaan we omhoog. Dan hebben we daar weer een buisje. Gaat het weer naar beneden. Dat is dan verse hop. Dan gaan we dikke op. Dan hebben we nog gist. En dat gist dat zit erboven. En dan hebben we weer een buisje. Dat gaat dikke op. En dan die kant op. En dan kan je tappen. Jee. Yeah. En toen was weer alles weg. Ja. Kerstboom is weg. Hetje is weg. Het is weer kaal. Kaal, kaal, kaal.